Breda Nu. Elk jaar wordt de beste Bredaanse start-up verkozen tijdens de Start-up Awards. Dit jaar werd deze ceremonie gehouden in het Breepark. Wat is de reden dat jullie dit georganiseerd hebben? Nou, de reden is dat we ondernemerschap in Breda een podium willen geven. Er zitten heel veel innovatieve bedrijven in Breda. Alleen dat wordt niet altijd zo gezien in de rest van Nederland, laat staan de rest van de wereld. Dus wij willen een podium bieden. Promotie van zakelijk Breda. En dat we elk jaar groeien in kwaliteit van deelnemers. Dus start-ups die echt innovatief zijn, die schaalbaar zijn. Maar ook in het aantal gasten wat we aantrekken. Daar zijn we erg blij mee. Altijd al in Breepark georganiseerd? Nee, eerste keer. Twee keer in het NAC-stadion. Lekker in de Cordial. Hartstikke goed past bij Breda. Een aantal keren bij de Rabobank. En nu de sprong gemaakt naar een grotere locatie Breepark. We hebben ook een behoorlijke groeiambitie. En we hebben hier de ruimte. Dus erg blij mee. Naar combinaties ongeveer 50 start-up ondernemingen. Daarvan zijn er 10 beloond met een prijs. Dat zijn de top 10 most promising startups van Breda. Die staan hier ook op de expositie. Omdat we erin geloven, je moet het ook laten zien, hè, wat je dan innoveert en wat je maakt. We zijn nu met 3 finalisten die live on stage hier gaan pitchen om die felbegeerde Breda Startup Award. Dat is Bioscience, James en Marketing Madheads. Verschillende organisaties, dat is lastig zoeken. Lastig, daarom heb ik ook een vakkundige jury waar ik dan gelukkig niet in zit. Die beoordelen op een aantal normen als innovativiteit, op schaalbaarheid, op ondernemerschap, maar ook op de pitch. Dus dat is echt wel spannend vandaag voor die teams. De winnaar van Breda Startup, Wim de Laat met Bioscience. Dat is leuk. Wat was je eerste gedachte toen dat geroepen werd? Ja, kippenvel. Ja, dat is toch spannend. Ja, 3 hele goede kandidaten. En je kunt erbij zitten, je kunt er niet bij zitten. Het was natuurlijk ook wel gewoon leuk om het verhaal te vertellen. Een leuk evenement, netwerken met Brabant en Bredaanse ondernemers is gewoon altijd feestje. Kun je in korte samenvatting vertellen wat je hebt bereikt met je bedrijf tot nu toe? Ja, we hebben een fabriek of een procesontwerp gedaan, een product ontwikkeld, wat op papier echt gewoon een enorme impact kan hebben op de hele voedselvoorziening van de hele wereld. En met name het klimaatprobleem, vermindering van de veestapel. En dat vervangen, want dan moet je dus ook iets anders eten. En dat vervangen, dat zijn we aan het ontwikkelen. En daar hebben we een fantastische nieuwe technologie voor ontwikkeld. En die moeten we nu gaan realiseren. Dus ja, nu staan we aan de vooravond, komend jaar bouwen. En dan het jaar erop maken. Dus we hebben een hele goede mix van hele ervaren mensen. Die alles al een keer meegemaakt hebben. Maar ook rutje rustig kunnen blijven als het nodig is. En jonge mensen die gewoon allerlei nieuwe frisse ideeën hebben. Enthousiast zijn. Maar het is ook hun toekomst. Het is ook hun toekomst. Wij werken aan dingen die hun toekomst zijn. Ik ben al wat ouder. De wereld moet ook een beetje fatsoenlijk achtergelaten worden. En daar dragen wij een steentje aan bij. Dat is natuurlijk super. Breda Nu.